Bier, voor veel mensen een heerlijk drankje. Nou, in Utrecht werd vandaag door een groep vrienden een recordpoging gedaan. Met z'n allen bier brouwen, voor een heel bijzonder iemand. We gaan in een lange rij staan en iedereen gooit een bakje met een speciale ingrediënt erin. Op die manier maken tientallen brouwers vandaag bier. Ze kennen elkaar allemaal via de Facebookpagina Biergeeks, speciaal voor bierliefhebbers. Nu de groep 5 jaar bestaat, is het tijd voor een feestje. Het zijn allemaal vrienden van elkaar, we zoeken elkaar op bij bierfestivals, we komen elkaar tegen. Zoals op de dag van vandaag nodigen we vrienden uit. Dus het is een hechte gemeenschap. Inmiddels heeft de groep meer dan 10.000 leden. Maar 3 jaar terug verloor de community een belangrijk figuur. Oscar stierf aan de spierziekte ALS. Het doet Ferry nog altijd veel. En we hebben hem in de loop van de jaren dus achteruit zien gaan, totdat hij uiteindelijk in december 2015 is overleden aan de gevolgen van ALS. Dus ja, dat heeft een behoorlijke impact op veel van ons gemaakt. Volgens zijn vrienden had Oscar dit heel gaaf gevonden. Want nog nooit eerder werkten zoveel brouwers tegelijk aan 1 speciaal biertje. De biergeeks komen zelfs in aanmerking voor een plek in het Guinness Book of Records. Maar daar wordt bewust van afgezien. We doen alles vandaag voor de stichting ALS. En om in het Guinness Book of Records te komen moet je een flink bedrag neerleggen. En wij hebben besloten dat bedrag gewoon te houden voor de stichting ALS en niet voor onze eigen doeleinden. Nou, de actie ondersteunen kan via de website alsacties.nl.